Zo, ja, precies, ja. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze werkplaatsvlog. Ja, gezellig. Kijk eens wie er zijn. Nou, goeiedag. Ik kom ook weer een dagje meehelpen. Ja, mooi. Gerard, je hebt vakantie, hè? Ik heb vakantie. Lekker, man. Gisteren in Overloon geweest, hè? Zeker. Ja, dat is mooi. Daar moeten we ook nog een keer naartoe. Ik heb er wel genoten. Dat denk ik ook. Hey, en Thomas, jij ook van de partij? Ja, dat is mooi. Zo, de camera die wordt... Zo, Thomas, joh. Wat heb jij gedaan? Nee, ja, nu is het weer goed. Ja, de camera werd dus echt vet onscherp. Ja, goed belicht, hè? Ik denk het. Ja, Tom die is vandaag weer later. Die heeft allemaal van die... ik weet niet wat hij voor tijden heeft, joh. Ja. Ambtenaren tijd. Ik wil dat grapje niet maken, want daarom viel ik net even stil. Ik denk, ik ga een grapje maken, maar ik denk, ik doe het maar niet. Dadelijk heb ik allemaal mensen weer beledigd en zo. Krijg je dat weer, allemaal boze comments. Ja, dus... laten we vandaag weer verder gaan met dit project. Ja, ik kan het nog een keer introduceren. Volgens mij, iedereen weet het al, we gaan een hele grote autoschommel bouwen. Gaan we in samenwerking doen met de Technische Universiteit... De Universiteit van Nederland. Ik de Technische Universiteit. Nee, Universiteit van Nederland. En dit wordt een hele constructie, een grote schommel. En daar heeft ook al een wetenschapper van de universiteit heeft daar berekeningen aan gedaan ook. En dat film ik wel Thomas, maar dat is niet Thomas. Volkert. En die komt binnenkort ook nog een keer zijn ontwerp aan jullie presenteren natuurlijk. Hè. Ja, is lekker, Luca. Njom, njom, njom. En dan dadelijk lekker aan mijn hand likken zeker, hè? Bah. Dus, ik denk dat we eerst de tank naar buiten moeten rijden. Dan kunnen we wat meer ruimte maken. Het idee is, we gaan verder met de constructie. We moeten die balken, ja, deze balken zijn eigenlijk allemaal al geboord. We moeten er nog een paar gaan zagen. Dus dan moeten we even ruimte vrijmaken bij het zaagmachine. Dus dan moet de tank buiten. Dan kunnen we die balken die daar onder de tank liggen... op een zaagmachine leggen en dan boren. Ja, ik weet niet, misschien dat we vandaag wel een stuk van die constructie kunnen opbouwen... om eens te kijken hoe groot dat allemaal wordt. Ja, dan kijken we hoe we... Nou, dan ga ik de camera gewoon neerleggen en dan gaan we eraan beginnen. We hadden het er net al over, we moeten een beetje gaan sturen, Thomas. Ja, hij kruipt stiekem een beetje dicht tegen de muur aan. Ja, hij schuift steeds... Nou, niet tegen de muur, hij schuift eigenlijk van de muur af. Hij gaat steeds meer naar rechts toe. Ja, dat bedoel ik. Ja. Die muur. Die muur bedoel ik. Ja, inderdaad, ja. Je kunt het daar ook zien, want het materiaal ligt er nou ook echt heel dicht tegen de rups aan daar. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat er gewoon wat speling of zo op die rupsen zit. Dat de ene iets anders gespannen is dan de andere en dat we daarom afwijkingen hebben. Ja, we hebben eigenlijk ook nooit echt de procedure gedaan om ze te controleren. Het gas geven, neutraal zetten, uit laten rollen. Ja, en dan moet je ze stellen inderdaad. Ja, en dan kun je ze pas stellen. Ja, dan moet je wel een plek hebben om gas te geven en uit te rollen op, ja. op haar terrein. Hè? Want je moet het ook niet op de akker doen. Nee. Want dan heb je weer kans dat er een van de loopwielen staat ingeveerd. En dan klopt er ook weer niks van. Het moet ook een vlak. Ja. Ja, kan hier een keer. We hadden het kunnen doen toen we die scooter plat reden. Dat klopt. Dat was een goed moment geweest. Nou goed, hij kon vast nog wel een keer buiten. Ik denk wel. Ja. Hoe hard moet je rijden om dat te doen? Want anders kan je het ook gewoon hier doen. Doen we wegrijden, werkplaats inrollen en dan uit laten rollen. Ik dacht dat bij een IPR... Je moest toch wel iets van 20 kilometer halen, zoiets vast. Toch wel een behoorlijke dot gas hebben. Oh, nou, ik ga toch maar niet met 20 kilometer per uur in het binnen rijden. Nee. Ruid daar langs de andere muur weer naar buiten. Nee, we gaan hem nou gewoon een beetje sturen. Dus als jij daar wil filmen, Thomas, dan schep dit even weg en dan laat hem buiten zetten. Ja, nou... Ja, hij moet naar mij toe. Ik denk, hey, ik zie de sprokken, maar ik zie de sprokken van de andere tank. Die is naar beneden. Nee, trouwens. Laat hem zomaar. Ik denk dat het zo goed is. 50 bar, dat is eigenlijk te weinig hoor. Maar misschien dat hij het net doet. Want het zou ook fijn zijn als we hem net buiten kunnen zetten.
Ja, komt ie. Ziezo. Nou, start goed hè, 50 bar en hij doet het nog steeds. Er valt niks tegen. Maar ja, dat is een beetje laag hangende mis. Ah, hier denk ik. Nee. Ja. Condens aflaten hè. Koelvloeistof. Proeven, zoet. Niet doorslikken. Dat is koelvloeistof. Oké, okay. Hey, maar we hebben in ieder geval werkruimte. Dat is het voornaamste. Dus laten we eraan gaan beginnen. Ja, we moeten een boel balken zagen. Nog boren en lassen ook nog. Dus dat treft, want we zijn met z'n drieën. Dus laten we kijken wie wat kan gaan doen dan. Nou, we even kijken wat handig is nou. Ja, we kunnen natuurlijk hier kunnen we weer gaan zagen, net als vorige keer. Alleen nou hebben wij, gisteren hebben we daar geboord. Maar ik denk dat het handiger is om dan ook nou hiernaast te boren. Want we kunnen namelijk met de kraan, kun je balken op het zaagmachine leggen en ook bij de boormachine. Ja. Dat is misschien wel, dat is misschien niet gek. En we moeten misschien een paar schragen of zo voorzien, dat we die balken hier op hoogte kunnen leggen, want anders is het ook geen werken natuurlijk. Dan lig je heel tijd op de grond. Ja, daarom, dat is niks. Dat is niks. Het zijn stiekem veel gaten die geboord moeten worden. Het zijn ook nog best veel balken ook. Oké, nou laten we snel wat spulletjes op de plek gaan zetten en eraan gaan beginnen. Hé, hey, maar dit gaat goed zo joh. We hebben een heus productiebedrijf hier nou. Ja. Zagen, dan boren en dan lassen. En dan naar buiten. Ja, ik had dus bedacht, alle balken die eigenlijk klaar zijn, wat laswerk van klaar is, die kunnen we eigenlijk meteen naar buiten brengen, want dan wil ik ze gaan meningen. En dan hoeven ze ook niet meer per se binnen te liggen. En dan kunnen we hier die vloer ook vrij krijgen. Kijk, ik kan heel die bussel balken hier en ook die frames, die kunnen allemaal al weg. Dus dat scheelt er een boel ruimte hier. Weet jullie hoe laat het al is? Koffietijd. Even een bakje koffie doen. Van het heuse zaagbedrijf. Heb jij nou gewoon een vrije dag en sta je nou weer te kranen? Ja, ook met de zwaar staal. Zo is het maar net, hè? Ja, dat is voor degene die het gemist hadden. Gerard die rijdt normaal met een vrachtwagen en die heeft zijn grote kraan. En die staat vaak te kranen. Eigenlijk, als ik geen vakantie heb, elke dag. Nou, en nou heb je vakantie, sta je alsnog te kranen. Ja, precies. Wat verdikke. Nou, hey, we gaan een bakje koffie drinken. Ga je ook mee, Thomas? Ja. Zijn we weer. Dat was de koffie. Dan vliegen we er weer op, hè? Ik zet ondertussen de timelapse ook weer aan, want dan heb ik mijn handen weer vrij.
Oh nee, er is iets niet goed op tekening. Lijkt er zo op. We hebben een flensplaat met een hartafstand van 160, volgens de tekening. Maar die hebben we niet. Die is er simpelweg niet. Er is een eentje met, wacht, deze 160. Deze, ja. Deze, die met 6 gaten zou 180 moeten zijn. Ja, dan ga ik gewoon even kijken op de 3D-tekening. Want het enige wat ik me kan voorstellen is dat er dan toch nog een ander flensplaatje is, wat niet op de tekening staat. Dus dan hebben we ook te weinig flensplaten nu. Dat zou het enige kunnen zijn. Nou ja, dat is dan niet zo'n ramp. Je had er... Eén compleet geboord en één set. Ja. Even kijken, want hij zit daar wel verder van af hier. Kunnen wij opschuiven eventueel? Want we hebben het maar over 2 centimeter daar, hè? Hij is op 907. Ja, dit is... Zit er een centimeter af. Deze moeten we in ieder geval hebben. Ik zal deze even afdrukken. Ja, dat is gek. Dat is een oude tekening dan. Ik wist niet dat er 2 varianten zijn geweest. Ja, in het eerste ontwerp zaten namelijk verschillende platen met 6 gaten. Oké. En daar heb ik naar de rand gelijk getrokken. Alleen wist ik niet dat er al een tekening geprint was. Dus daarvoor heb je normaal revisiekaders op tekeningen, om dit soort dingen te voorkomen. Maar ja, goed. Dat, zeker. Zeker, ja, zeker wel, ja. Dan moet je een revisie maken op de tekening, dat je eigenlijk geen dezelfde tekeningen hebt. Oh, ik ga nou het hele document nog een keer printen. Nou ja, dat is misschien ook niet erg. Dan komt het hele pakket nog een keer. Ziezo. Nieuwe tekeningen. Stiekem lacht, er is wel een goede tussen. Ja. Ja, maar dit zijn maar de lastsamenstellingen. Zie je, daar zit het flensen er ook op. Ja. We mikken gewoon al die oude tekeningen weg. We weten in ieder geval zeker dat we zeker de goede hebben. Nee. Daar al zijn ik gemoet, een centimeter ernaast. Kijk weer, hè. Die zijn allemaal klaar. Kan ik daar die balken gaan lassen? Maar ik denk dat we daar eerst maar eens even boterhammetje gaan eten, want zo laat is het alweer. Hier. Kijk hoe die flensen kom trekken dan, hè. Hier. Zie je dat? Praat, hè? Ja, hitte, joh. Dat doet wat, hoor. Daar hetzelfde, hè. Ook naar binnen. Maar dat is niet zo erg. Ik heb ze gewoon wel symmetrisch afgelast. Zo ook weer gelast. Dus ze zijn nog wel haaks. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, en dat die flens een beetje zo is. Dat komt straks wel goed als je die balken er tegenaan bouwt. En dan trek je het gewoon naar elkaar toe. Als je zootje wil voorkomen, dan kun je natuurlijk een ribben erin zetten, hè. En hier van die schuine dingetjes inzet. Die je dan van tevoren ook erin hecht. Nou, die zorgen wel dat je flens wat beter op zijn plek blijft zitten. Ah, maar dit is sterk. Dit is goed zo. Zou er nog een beetje mee kunnen lassen, maar ik denk dat ik misschien dadelijk na het eten maar gelijk eventjes andere flessen ga halen. Dit is wel klaar. Ja, een bar of 10. Ja, kan nog wel even. Ja. Ja, het is natuurlijk het is snel gegaan met die dingen. Dat zijn lange lassen, joh. Helemaal, ik heb het gewoon helemaal afgelast. Ik had in eerste instantie nog overwogen om een kettinglast op te zetten, maar ik denk last gewoon helemaal af. Dit wordt uit één plakje staal geperst. Diep getrokken. En dan uiteindelijk drukken ze zo met zo'n rollen, drukken ze die bovenkant erin. Zo. Ja, dus we beginnen bij de bodem eigenlijk. Ja. Yes. Balken maken dan dus. Ja, dan moeten we deze meneer gaan lassen. Ja. Ja. Ik ben hier even de vloer wat aan het vrijmaken.
We moeten nou die balken gaan lassen. Dus wil ik eigenlijk gewoon de lasttafel hier in het midden zetten. Dan kan ik er beter aan werken. Ja, of ik trek hem iets van de kant af en ik zet hem daar. Dat kan ook. Dat is misschien ook nog wel iets. Balken. Ja. Dat is zwaar, hè? Oh, nee. Ik heb een gat in mijn broek. Oh ja, pas op. Nee, toch. Heb ik net een ander gat? Peter, een gat in je broek? Ja, dat is één gat. Dat kunnen we gebruiken als schraag om die dingen op te leggen. Misschien heel eventjes een dingetje eraan lassen, dat hij niet zomaar om kan kiepen. Dan kunnen we naar de rand afslijpen. Dat komt goed van pas. Dat is net iets hoger dan de lasttafel, maar goed genoeg denk ik dan. Ja, alle rechte balken zijn klaar. Dan moeten we nou die parallelogrammen gaan maken eigenlijk, hè? Dus even kijken. Van de lange kant gemeten eigenlijk, zie je dat? Ja, van de lange punten. Dus de buitenste maat is dat. Oh, tot de buitenste lange punten. Die hadden wij omgedraaid ook, hè? Ja. Die draaiden we ook gewoon om. Ja. Dus dan gezien van de platte kant op? Ja, ja. Ja, zo moeten we de zaag op 75, 15 graden waarschijnlijk op de dingen. Ziezo. Nou, dan staat hij op 15 graden. Ja, nu, deze balk is klaar, dat is een 6 meter, hè? Ja. Ah ja, perfect. Ja. Die mogen dadelijk allemaal naar daar toe, dan ga ik die flens er ook op lassen. Het is deze hele stapel en die achterste is al geboord. Ja, oh, super. Die moet er nu geboord worden natuurlijk, omdat het verkeerd geboord is. Oh, zonde is dat. Zonde. Ik denk dat we iets meer naar die kant moeten. Of we moeten zware dingen naar hier toe doen. Ik weet niet hoeveel. Oh, dat valt wel mee. Goed. Zo. Deze kant op. Oh, wacht, ik kan beter hier aan trekken, denk ik. Maar een beetje scheef, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, dat is al de eerste die gelast mag worden. Oh yes. Ja. Yep. Mooi hoor. Even kijken welke patiënt wij op de tafel hebben liggen. Aha, ik zie het al. Daar moet er een met 4 gaatjes aankomen. Dat wordt hem. Die. Ik zal even kijken hoe we dat makkelijkste vast gaan zetten, maar ik heb al wel een ideetje. Je kunt het toch enigszins op zijn plek zetten. Ik kon het uitrekenen, maar mijn rekeninstallatie is gewoon eruit gefikt vanwege de hitte. Handig jongens, een verstelbare kraspen. Dit gemeten naar die punt daar, hè? Die punt naar die verste. Zeg maar. Ja, die heb je gemeten. Ja, dat is dan dit. Oh ja, dat is goed. Van die kant, zo vlak. Ja, ja, dat is goed. Dat moet. Ja, dat scheelt dan ook wel uit tekenwerk. Zo. Thank you.
Ik denk dat de zaak kapot is. Ik denk het ook. Oh, weg. Ja, dat is ja. Ja, hij is kapot. Oh, daar is hij. Ja, inderdaad, ja. Zo. Kijk, nergens. Die is er al uit. Yep. Zo. Ja, zo verschillende. We hadden nou deze erop zitten, zo te zien. Deze denk ik. Ja. Deze heeft iets diepere tanden. Kijk, want dit is een. Ja, het staat erop. 5/8 en 4/6. X-fit. Of sprint. Ja, de lengte is natuurlijk hetzelfde. Ja, dan is het wel interessant om nou gewoon een andere lint erop te zetten, denk ik. Nieuw lint. Moet wel iets minder gas geven dan nu. Is dat? Dat kan staan. Zo. Ja, dan moet hem zo een beetje eromheen draperen. Ja, deze zit al. Deze ook. Oh, die ook. Ja, dan draai ik hem hier op. Nou weet ik niet of je hem met de hand een stukje kan draaien. Nee, dat gaat natuurlijk niet, want er is een warme aandrijving daar. Ja, dan zet ik hem nou gewoon zo. Dan zet hem dadelijk even aan en dan zal hij eerst... dan moet hij eerst even wat zoeken. Zo. Moeten we nou iets minder gas geven dan? Ik heb hem al iets dichtgeschroefd trouwens, hoor. Ja, dan komt die balk, als ze zo staan, dan... Je kunt ze zo minder snel zagen als ze op de kant liggen. Ja, kijk, en dan moet je die druk omhoog zetten. Ja, zet hem maar aan. Hier. Mooi. Nou, dan is hij weer goed. Cheers. Ja. Is hij? Hij is precies op de las gebroken. En deze zaag die was eigenlijk nog wel scherp. Nou, meen ik me te herinneren dat hij terug in elkaar kan lassen. Dus wellicht dat er nog kijkers zijn die goede tips hebben. Ik ga straks ook nog even googlen. Misschien kunnen we het zelf wel. Misschien kunnen we gewoon aan elkaar tiggen of zo. Ja, is precies bij de las gebroken ook. Je kunt daar zien. Je ziet daar wat hij is geslepen eigenlijk. De las hebben ze weggeslepen. Dat is een bling, andere kleur dan daar. Want als ze zo mooi glad tegen elkaar aan ligt, dan zie ik door de laskap niet meer waar ik moet lassen. Dus zo, dit zie ik wel. Dachten mensen dat er belletjes in de las zaten, maar deze is een soort van een slak of zo, zie je wat erop komt te liggen. Belletjes die komen dadelijk pas als de fles leeg is. Dat is er bijna dus. Maar hem.
Very nice. Mooi. Ja, we zijn alweer bijna klaar met deze dag, helaas. Ik had nog graag een boel meer gedaan, maar het is dus altijd weer sneller afgelopen dan je zou willen. Maar één ding wat niet zo snel is afgelopen, is onze gasfles van het lastparaat. Die heeft echt op het laatste zuchtje hebben we het gewoon nog helemaal kunnen doen. Maar ja, hij is nog steeds niet leeg. Ik dacht eigenlijk dadelijk echt met die laatste flens, dan is het dadelijk, haal ik het net niet, maar toch wel. Perfect zo. Ja, die zijn klaar, die hoeven niet meer naar binnen. Die moeten alleen geschilderd worden. Of gespoten. Oh. Net een beetje... de Ferrari van Saints. In de fik en er rolt overal. Ja, Gerard die heeft gewoon de laatste balk gezaagd ondertussen. Zeker. Ook al klaar. Dat is toch wel mooi hoor. Een boel werk verzet zo. Ik denk wel dat we die balken misschien gewoon als een bussel even hier naartoe moeten eisen. Denk ik. Want anders kan de tank niet binnen. Ja. Moeten we even nummeren. Dit is nog een... Oh ja, dit is ook nog een 8, deze. Oh, oh. Moet ik hem een trapje geven? Ja, die liggen stevig. Die liggen gewoon op elkaar gestapeld. Laat ja, hij mag net wel aanzitten. Ik merk snel genoeg als er nog druk op staat. €80. Dat is beter. Ja. Oh, dat is waar. Jouw pasje is hier ook trouwens al, hè? Weet je ik zag hem, ja. Ja. Misschien moeten we die zo meteen maar even uitreiken. Ja. Yeah. Wat heb je daar? Een vleugelmoer. Zal wel van hem zijn daar, denk ik. Een vulva. Ja, die... Ja. Donatietank. Ik denk het wel, ja. Die moet eigenlijk. Ja, die moeten we eventjes inderdaad indoctrineren en eraf halen. Dat is speciaal vleugelmoer. Ventje. Heftig. Nou,
Dat is volgens mij het zijn dat tijd is om af te gaan sluiten. Lekker gewerkt vandaag, hè? Alle balken gezaagd. Is dat ook weer op elkaar? Zo, inderdaad ja. En een hele berg alweer geboord en zo. Er ligt echt een hele stapel aan balken naast de lasplek. Dus ik heb nog wat laswerk te doen, ja. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we morgen misschien alvast wel eens kunnen beginnen met het een en ander in elkaar te schroeven. Om te kijken dat het allemaal past. Natuurlijk moet het ook allemaal nog van een verfje worden voorzien. Maar ja, daar kunnen we het beste pas doen als we zeker weten dat het allemaal goed is. En die balken die op de grond komen te liggen daar, moeten misschien ook nog wat oren en zo aangelast worden. Waar ik hem mee vast wil zetten aan het beton. Ja, ja, we willen natuurlijk niet dat heel die constructie dadelijk omkiept. Als die golf daar zo helemaal op zijn kop ergens daar hangt. Dan is het wel fijn als het een beetje stabiel staat. In eerste instantie had ik bedacht om daar gewoon een boel beton op te leggen als contragewicht aan de onderkant. Die gewoon op de grond staat. Maar ja, zo'n berg van die betonblokken, dat kost ook wel iets. En we hebben hier natuurlijk al een hele berg aan betonblokken op de grond liggen eigenlijk hier. Dus je kunt hem natuurlijk ook gewoon met keilbout of chemische ankers vastzetten. Ik denk dat dat ook wel goed komt. Ik zou zeggen, laat je ideeën maar achter in de comments wat ik daar het beste mee kan doen. Oké. Hey. Gerard. Ja. Fijn dag weer toch? Ja. Dat was natuurlijk jongen. Echt gewerkt toch? Het was lekker vandaag. Zeker. Ja. Warm ook. Wel warm. Ja, ja, ik net hoor. Ik kocht een broek aan en een t-shirt. En dus die sweater joh. Ja. Dit is echt de verkeerde tijd van het jaar voor dit project. Tenminste, voor het laswerk dan. Dadelijk het opbouwen en het buiten, dat is wel lekker natuurlijk. Hè? Hopen dat we dan ook zulk weer hebben. Dan zul je zien dat het dan weer een soort van surrogaat herfst wordt. Want zo gaat het dan hier meestal, hè? Potva, dik hè. Ja, nou. Wanneer het niet wil en wanneer wel wil, dan. Regen. Ja, het weer, daar hebben we niet voor te zeggen. Hey, we gaan het afsluiten. Dus ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Later.